Goedenavond, YouTubers van me. Ik ben Francisco en ik dacht bij mezelf, wat zal ik eens gaan doen vanavond? Iets spannends, iets spectaculairs, iets avontuurlijks. We hebben de ijsbucket challenge gehad. Maar ja, dat is buiten, dat is niks. Ik denk, het is vandaag december, kalender. En waarom niet voor de 100.000? We gaan de decemberkalender gaan wij spelen. En dat gaat als volgt. We hebben vakje 1 tot en met 31. Maar we gaan natuurlijk niet wachten tot de 31ste. Nee, wij krassen ze gewoon in één keer allemaal open. Dus we gaan nu beginnen bij nummertje 1. Nummertje 1. 1. Even kijken hoe het werkt. Even kijken. Ik scheur hem open. En nu moet ik lekker gaan krassen. Maar ja, hoe zou ik dat doen? Ik heb een pen. Ik heb een 2 euro muntje. Of ik heb een vinger. Maar ja, mijn vinger. Ja, daar kan ik heel veel mee. Maar ik denk, ik gebruik toch maar een 2 euro muntje. Dan gaat het een stuk sneller. Hè? Kijk, dan doen we dit. En dan is het altijd spannend wat eruit komt. Dan moeten we even kijken. Ja, het duurt nog wel even een uur of twee. Hè? Voordat ik helemaal klaar ben. Dat hij helemaal weer glinstert. En dan ga ik kijken wat het is. Ja, ik heb met mijn schele harsers. Het is een slee. Oh, wat spannend. Het is een slee. En dan moet ik er 6 van hebben. Dan heb ik 20 euro. Dus kijkers, blijf erbij. Want dan gaan we gezamenlijk 20 euro winnen. Even kijken, ik kras hem op. De slee. Oké. Nou, was dat spannend of was dat spannend? Nou, in mijn ogen was het super spannend. En dan gaan we nu naar nummer 2. 2. Het is net een spel op tv. Hetzelfde principe. Ja, kijk, een kind kan de was doen. Zo makkelijk is het. Kras hem weer open. En dan gaan we weer, verder. Zal ik het nu eens voor de grap met mijn vinger doen? Kijken wat er gebeurt. Kijken of het sneller gaat. Oh. Zo. Het is bijna een orgasme, maar dat is niet echt natuurlijk. Het is een ster. Je weet wat ze zeggen over sterren. Sterren brengen geluk, hè, als je er eentje in de lucht ziet. Dus wie weet op mijn blaadje. Nou, daar moet ik er 11 van hebben. Nou, ik kras hem weer op. Krassen. En weer een, met mijn pennetje weer een kruisje maken. Nou, en dan is het spannende er vanaf, want we gaan naar nummertje 3. Of hebben we eerst een reclamepauze nodig? Ja? Nee? Nee? Nou, laten we dan maar verder gaan. En dan gaan we weer. Oh shit. Oké, nee, het is gelukt. Ik ga weer het muntje gebruiken. De 2 euro munt. Kijken of ik meer dan 2 euro kan winnen. Dat is altijd spannend, maar ik denk het niet. Ja, ik trek even zo'n kop erbij. Dat is de actie, hè? En wat is het? Het is een sneeuwpop. Nou, kijken of we dit jaar nog sneeuwpoppen kunnen maken buiten. Ik ga er niet van uit, maar je weet het nooit. Sneeuwpoppie. Hoppa. Zo. Nou, dan gaan we weer. Dan gaan we naar nummertje 4. Blijven jullie er nog bij? Want het wordt alleen maar spannender, hè? Zie je hoe spannend? Ik krijg hem niet eens open. Oh, wacht. Ja, ik heb hem nu weer open getrokken. Ja, ik trek hem open. En het is een bel. Ik heb van alles nog maar 1. Een bel. Wat is een bel? Even tussendoor. Dit kan iedereen spelen. Van jong tot oud. Ja, dat hoorde ik niet, cameravrouw. Maar iedereen kan dit spelen. Oh, niet iedereen kan dit spelen, hoor ik net. Oh, oh nee, nee, klopt. Nou, oké, dan mogen de kinderen het met hun ouders en hun opa en oma spelen. Oké, genoeg reclame gemaakt voor dit. Goed, we gaan naar nummertje 5. Nummertje 5. We kunnen tellen, hè. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 5, 5, 5. Oh, wat heb ik toch een lekkere cameravrouw. Of 5. Oké, nummer 5. Daar gaan we. Het
Kijk, kijk. Zie je wel dat het spannend werd? Het is nu de feestdagspel. De feestdagspel. Kijken wat we daaruit gaan krijgen. En het is een... Hoe heet zo'n ding ook alweer? Een hulst. Iedereen weet wat een hulst is, hè? Oh, dat is een mistletoe. Dat is wat anders. Ja. En heb ik hier wat uit gewonnen? Nee. Maar mag ik hier wel dat hulstje weer aankrassen? Ik kijk even om me heen. Of dat zo is. Ja, dat hoor ik. Ja, dat mag. Dat mag. Dus dan heb ik één huls. Dan heb ik één huls. Ik moet nu alleen nog een kerstman, een kaars, een schaats, een wand hebben. En dan zijn we weer gelijk. Goed, dan gaan we naar nummertje 6. 666. Oh, wat een snelheid weer, hè, mensen. Ongelooflijk. En het is geworden... Pardon. Het is geworden de sneeuwpop. Oftewel de snowman. Daar kunnen we heel veel liedjes van maken. De snowman. Nummertje 5. Dat is nummertje 2, joh. Nou, ik ga denk ik die 10 euro krijgen, mensen. Nummertje 7. De 7. Dat is de geluksgetal. Voor heel veel mensen. Nou, niet voor mij, maar... Misschien brengt hij nu wel geluk. En het is de... Wat is dat dan? Oh, dat zijn de wanten. De wanten, ja. Hoppa, hoppa. Wandje, wandje, wandje nummer 2. Decemberkalender. Ongelooflijk. Oh, oh. Even kijken hoor. Ik ga even zo zitten. Dus een, Nee, ik ga niet bidden. Maar even kijken. Nummertje 8. Dat wordt nummertje 8. Nummertje 8, mensen. En het is een... Ongelooflijk. Jezus, wat is dit toch spannend, hè? Ongelooflijk. En mag ik zeggen wat het is? Of willen jullie raden? Ik zei het net al. Ik hoop dat we een witte kerst krijgen. Want ik heb sneeuwpop, een nummertje, hè? 3. Alweer uitgekrast. Ongelooflijk. Dan gaan we nu naar nummertje 9. Oh, leuk handtasje. Maar daar zijn we niet voor. Wij zijn natuurlijk voor de 100.000 klapper. En het is... Een hulst. Ongelooflijk. Een hulst. Bijna 5 euro. Nog 2. En ik kan weer een kraslot kopen. Dan gaan we naar nummertje 10. 10. Ja, de spanning blijft erin, mensen. De spanning blijft erin. Oh ja, wel één ding. Wat ik win, dat is voor mezelf natuurlijk, hè. Dat snapt iedereen al. Oké, een kerstster. Nu nog een piek en we hebben een kerstboom. En we gaan naar nummertje 11. Nummertje 11, nummertje 1-1. Dan gaan we die eventjes openkrassen. Oh, zo. En het is geworden... De schaats. Kijken of we binnen 11 steden toch kunnen krijgen, hè? Ik denk het niet, maar je weet het nooit in Nederland. En dan gaan we naar nummertje 12. Nummertje 12. Oh, het is net een bingo. Hè? Alleen zonder ballen. Oké, daar gaan we. En het is geworden. Kijk, daar is hij dan hoor. De man met de baard. De enige echte. Die door je schoorsteen komt als je ligt te slapen. Klinkt heel eng, maar hij brengt alleen maar blijdschap. En hij heeft allemaal rendieren. Ik zing het allemaal mee. Jullie kennen hem. Rudolf de Rednose Rendier. Het is de... Inderdaad. Nee, het is niet de Goed Heiligman. Het is de Kerstman. Ongelooflijk. Het is de Kerstman. Ik heb hem. Het is de Kerstman. Ongelooflijk. Er is geen betere man als de Kerstman. Nummertje. En we gaan weer verder. Het was weer even een korte pauze. Maar we gaan weer even verder. Oh, daar gaat het mis. Daar gaat het mis. Ik kras hem open weer voor jullie mensen. Ik kras hem weer open. Oh, de spanning blijft hoog. En het is een... Zien we het allemaal? Het is een ster.
Het is de enige echte ster. Ik hoef er nog maar een paar en ik ben voorlopig op vakantie, denk ik. En we gaan nu naar nummertje 14. Het is net een trailfunctie, hè? Het is net een trailapparaat. Even kijken, het is weer een schaats. Oh, ongelooflijk. Het is weer een schaats, nummertje 2. Oh, 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 oh. Ik hoop dat ik wel wat win, maar ik hou de spanningen er hoog in. Even kijken, wat had ik? 14. Even kijken, wat is de 15? Oh, je. Helemaal onderaan de 15. De 15. En wat is het geworden? Het is ongelooflijk. Dat is een en al happiness. Het is een kaars. Een kaars. Voor die koude dagen steken we met z'n allen een kaars aan. Ongelooflijk. Kijk, het eerste rijtje is weg. Maar ik heb nog vele rijen te gaan. En dan gaan we nu naar nummertje 16. 16. 16. Oh, oh, oh. En wat is het? Kijk, het zijn weer een paar wanten. Want nummertje 2 alweer. Hoppa, wanten, wanten, wanten om ons heen. Oh, 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 oh. We kennen allemaal Jolante. En ook die gebruikt wel eens wanten. Volgende. Volgende, volgende. Krassen, krassen, krassen. Kijk, het is weer een ster. Ongelooflijk, hoeveel sterren heb ik al eigenlijk? Oh, zo, zo. We hebben bijna de 100.000 mensen. Nou, dat trakteer ik jullie allemaal wel hoor. Natuurlijk. Even kijken. We gaan nu naar de... Welke heb ik gehad? Ik ben helemaal de tel kwijt. Ik ben helemaal de tel kwijt. Oh hier, de 18. 18 miljoen mensen. En het zijn weer wandjes. We gaan voor de wanten. Eenmaal, andermaal. Het is net alsof ik op een kermis sta. Even kijken, nummertje 19. We gaan nu voor 19. Ik zit bijna bij het halve Sinterklaas. Even kijken. Belg. Ah, wat viespuik. En we gaan weer naar de volgende. Nummertje 20. Nummertje 20. Het is net lingo. Net alsof ik ballen mag draaien. Kijk, die hebben we al niet meer gehad. Een slee. Ik moet wat vertellen over de slee. Vroeger speelde ik daar altijd mee. Gingen we altijd heuvels af. Dat was altijd leuk om te doen. Moet je raden hoe oud ik was? Nee, het was niet op mijn 14e. Toen was ik een stuk ouder. Maar we gaan weer verder. Dat is nummertje 21. We houden de spanning hoog. Kijk, nog een sleetje. Ongelooflijk. Nog een sleetje. Nog drie sleeën en ik heb 20 euro. En ik heb nog... Oh, ongelooflijk. Ik heb nog 10 kansen, mensen. We hebben nog 10 kansen. Dus we houden de spanning houden we erin. We houden de spanning erin. Nog 10 kansen. Op die mooie 100. Netto, netto. Dan gaan we weer. Het is geworden. De bel. Het is geworden de bel. Pardon. De bel. Nummertje 23. Oh, oh, oh. We gaan het huis molesteren van Sinterklaas. Het is... Oh, ik moet nog één sneeuwpop. Nog één sneeuwpop. En we kunnen gaan zingen met z'n allen. Een belletje. We hebben weer een belletje. Een beller, we hebben een beller. Nog 6 vakken, hè? We hebben 5000 euro's. Nog 6 punten. Hoppa, 25. Kijk, ongelooflijk. We komen bij het tweede spectaculaire spel van vanavond. Het feestdagenspel. En we krassen hem open. En wat is het geworden? Ik ben zo spannend en razend benieuwd. Wat is het? Het is die oude viespeuk. Het is de kerstman.
Het is de kerstman. Nog één te gaan. En we hebben een gratis kraslot de waarde van 5 euro. Ik herhaal, 5 euro's. Ongelooflijk, we maken toch een reclame voor dit, hè. En by the way, als je dit koopt, by the way, als je dit gaat kopen, dan heb je hier allemaal goede doelen waar je het voor doet, natuurlijk, hè. Dat is ook wel weer mooi. Van dit. Mooie kerstgedachte. Hè? Voor de zieke mensen onder ons. Kunnen we die ook nog een leuke dag bezorgen. En ik heb weer een ster. Nog zes. Oké, dan gaan we weer verder voor een feestdagspel. Gras allemaal open. Oh, ik ben zo razend benieuwd. En het is ongelooflijk. Het is gewoon weer een ster. Het is gewoon weer een ster. Ongelooflijk. Jezus, wat een spanning. Wat een spanning. Nog vier kansen, mensen. Nog vier kansen. Ik heb kansen op een hulst of een kerstman of een sneeuwpop. Dus ik kan een gratis lot winnen. Ik kan 5 euro winnen. Ik kan 10 euro winnen. Jezus, wat een prijzen. Dan gaan we weer, hoor. En ongelooflijk, het is weer niet wat ik wil hebben. Het is de wand. De wanten van Jolante. Die moeten we niet hebben. Dan gaan we naar nummertje 28. Ja, ja, 28 onder de Engelsen. En het is ongelooflijk. Het is weer een ster. Het is gewoon weer een ster. Ik had nog vier kansen en ik had gewoon 100.000 gewonnen. Nou, dan trok ik hier mijn shirt uit. En nog twee kansen te gaan. Nou, laten we hopen op de troostprijs. Hè? Gratis lotje is altijd leuk. Dan komt er een deel 3. Het is de schaats. Ongelooflijk. De schaats, die moeten we ook niet hebben. Nou, mensen, nog één kans. De 31ste. Ik trek hem open. Met de geluideffecten. Oh. Bijna de verkeerde kant op. Nou, daar gaan we. Spanning, tromgeroffel. En het is ongelooflijk. Het is de huls. Oh. Op één na had ik bijna gewoon 5 euro gewonnen. Helaas. Pindakaas zeggen we dan altijd. Nee. Ik heb niks gewonnen. Ik gooi mijn 2 euro neer. Oh nee, die hou ik bij me. 2 euro. Ik gooi mijn pen neer. Maar dit is het kansspel. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik ben Francisco. Achter de camera is mijn lieftallige Chelsea. En als jullie dit leuk vinden en jullie willen meer filmpjes zien. Blauwe duimpjes omhoog. Het liefste 2. Abonneer. Op mijn YouTube kanaal. En ik zie jullie. Next time again. Laters.